Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Vooral in het oosten van het land is het afgelopen nacht een beetje opgeklaard en daardoor is het daar ook afgekoeld naar een graad of drie en er is wat mist en dichte mist ontstaan. Nou, vanochtend zal de mist geleidelijk aan gaan verdwijnen, maar op de meeste plaatsen blijft het dan nog wel bewolkt. Pas in de loop van de middag zal in het noorden en westen soms even de zon doorbreken. Verder kan er verspreid nog een klein beetje regen of lichte motregen vallen. Het wordt 11 tot 13 graden en er waait een overwegend matige wind uit noordwestelijke richting. Ook vanavond is het nog half tot zwaar bewolkt, langzaam komen er iets meer opklaringen, zo halverwege de avond is het afgekoeld tot een graad of 9. Morgen begint de dag met een paar opklaringen, maar al vrij snel wordt het vanuit het westen overal bewolkt en wordt de bewolking dikker, gevolgd door perioden met regen. Soms kan het echt even flink doorregenen, het wordt 11 tot 13 graden bij een flink aantrekkende zuidwestenwind. Ook donderdag nog een behoorlijk stevige westelijke wind, dan in de loop van de dag droge weer met misschien in de avond een paar opklaringen. Vrijdag en zaterdag is het vaak droog met soms wat zon, de middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl